Welkom bij Sinterklaas Boulevard bij Bostion. Jan van Bakken. En een hele goede morgen. Goedemorgen. Middag. Of middag. Of avond. Of avond. Net hoe laat je wanneer je het kijkt. Want we doen het nog alles herhalen. Ja. Maar overigens, het wordt een hele spannende boulevardaflevering. Ja, want volgens mij ga je ons het een en ander vertellen. Ook. Waar je ons al 4 weken voor aan het lijntje houdt. Ook. En we hebben het einde van Sinterklaas en het geheim van de Wiezen. De ontknoping. We gaan, gaan ze de ring vinden? Wij weten het al. Wij weten het natuurlijk al. Maar thuis nog niet? Nee. Dan hebben we de Sint. Is leuk, hè? Voor weer de Sint. Een, ja, is leuk. Superleuk. Dus, wat gaan we nu als eerste doen? Nou, ik stel voor dat we als eerste gaan zeggen van... De Sint. Kom op, gaan we, we gaan naar de Sint. De tip van de Sint. Sint. Luister goed naar je papa en mama. Maak een hele mooie tekening voor me. Doe je best op school. Ik weet, het klinkt een beetje saai, maar het helpt echt, jongens en meisjes. Doe je best op school. Komt allen volgend jaar weer kijken als ik op de Zuid-Willemsvaart met de Pieten en de stoomboot aankom. Hartstikke goed. Ja, nou, je ziet het. Goed. Ja, hartstikke goed. Ik vind dat de Sinterklaas gewoon weer echt heel veel goede dingen heeft gezegd. En vooral dat wij blij mogen zijn dat we straks een cadeautje krijgen. Ja, want dat is eigenlijk... Daar heb ik wel eens over nagedacht. Mm-hmm. Ik vind het fantastisch, iedereen geeft. Maar eigenlijk, wij hebben nooit... Ja, ik heb natuurlijk wel eens een cadeautje en een rijmpje aan jou gegeven. Ja. En terug. Maar de Sint, ja, die stond altijd zo dicht bij ons dat we er eigenlijk zelf nooit... Nee, maar... Wij hadden kerstmis, altijd. Ja. Toch? Ja, maar ik moet zeggen, ja, Sinterklaas, het is en blijft natuurlijk toch het mooiste feest dat er is. En het is een kindervriend. Ook. En daar ben jij te oud voor. Ook. Ook. Mede. Maar ik zal het mijn verhaal vertellen, want over die domme Piet natuurlijk, hè. Want anders... Ik ga het anders doen, kinderen. Ga je het afmaken, het verhaal? Ja. Nou, dan gaan we. Zwarte Piet, die had dus... Vertel ik vorige week, de meid erop gezet, was voor het spiegel gaan staan en had Sinterklaas nagedaan. Toen zette hij zijn meiter zette die af. Ja. En toen? Ja, wat toen? Ja, wat toen? Oké, ik ga het gewoon vertellen. Ja. Hij zette hem af. Hij zette hem af. Zette hem terug op het bureau. En toen? Toen liep hij terug uit de kamer. Ja, ja. Van weer de kamer in. Ja. Meiter weg. Meiter weg. Meiter weg. Meiter weg. En toen? Dus toen was hij helemaal in rep en roer. Ja. Toen is hij naar Sinterklaas gegaan en heeft alles opgebiecht. Sinterklaas, ik heb gespeeld met uw meiter en... Waar was die meiter? Sinterklaas was gewoon in zijn kamer. En die had Zwarte Piet niet gezien. Dus die had hem gewoon... Gepakt. Ja, die had hem gewoon verstopt. Dus eigenlijk is er gewoon niks gebeurd. Nou, ik vind het nogal. Ik vind het nogal dat je als Zwarte Piet gewoon voor de spiegel... Jan-Willem, het enige wat er gebeurd is een Piet die de meiter even gepast heeft en teruggezet. Hij draait om en hij is weg. Nou, ik vind het waarom wel. Heb je dat afgelopen weken zo spannend zitten maken? Er hebben kinderen nachten niet geslapen. Om alleen een Zwarte Piet die even de meiter heeft gepast en terug heeft gezet. Ja. Maar dat mag ook helemaal niet, want je mag wil je dat niet meer doen? Komen. Wil je dat niet meer doen? Kinderen hebben hier nachten wakker van gelegen. Vertel geen nieuws meer. Dat er heel wat gebeurd zou zijn met Zwarte Piet. Ik vertel het. Het is altijd een vervelend moment, de laatste aflevering. Het is, we hebben een prachtig einde van de film dadelijk. Ik vind het geweldig dat jullie allemaal zoveel tekeningen hebben gestuurd. Dat is echt super. Tegen Jan wil ik nog zeggen. Jan, ik neem aan dat 5 december ik in mijn brievenbus jouw rijmpje krijg. Ja. Oké. Ik doe dan jouw rijmpje ook natuurlijk. Mijn rijmpje. Ik heb voor jou ook een rijmpje gemaakt. Heb je hem al af? Natuurlijk. Dat horen we dan. Nou, het begint met... Je gaat weer het begin alleen vertellen. Je doet het weer. Je gaat weer ergens het begin van vertellen. En dan volgend jaar kunnen we zeker kijken naar de rest. Kijk naar Boulevard met Jan van de Besselaar. En de rest zie je volgend jaar. En zie je hem daar staan, die stakker. Hij lijkt op Jan van... Je zit hetzelfde rijmpje te doen. Mm. In ieder geval, ik vond het toch heel Ik ga de kinderen bijzonder. Wel helpen. Ik ga alvast zeggen dat de film van Sinterklaas en het geheim van de Diezen... Nee, nee! Die film... Niks verklappen! Dat kan ik wel vertellen. Die gaat goed aflopen. Oh, wat vind ik dat gemeen, zeg. Die gaat goed aflopen. Jongen, jongen, ja, ik heb niet voor niks in het water gelegen, hè. Kijken jullie mee. En tot volgend jaar. Doei! Dat mag gerust. De film, dat is niet zo spannend. Nee, let op 2, 3.
Hebben we er goed afgevraagd, meneer? Ik kan er nog niet over uit. De ring van Sinterklaas. Hoe is het mogelijk? Een ring bij je voetbalclub in plaats dat ze met goede spelers aankomen. Nu dit nog. Ziet er erg keurig uit. Nou, dit behoort allemaal tot de mogelijkheden. Dus, en ook voor restaurants geschikt. Ook voor restaurants. Je pakt de Sinterklaas in door te zeggen dat je al hard aan het werk was. Ik weet helemaal niks. Je koffer inpakken zeker? Ja. Nee. We waren echt hartstikke druk bezig. Jans deed helemaal niks. We lagen daar gewoon te slapen. Nee, toen was het onze siesta hoor. Siesta. Je hebt het gewoon goed gedaan. Ja, lekker soepje, jongens. Mexicaans soepje volgens mij. Lekkere soep. Sinterklaas heeft altijd tomatensoep. Doen jullie ook wat ik gezien heb met dat tomaten gooien? Ja, maar één keer per jaar. Tomato's. Ja. Ja, en een bestier, hè? Ja, dat heb je wel eens gezien. Dan maken we daarna altijd puree van. Hoe je een dagschotel zegt. Dat is gewoon heel leuk. Maar we mogen niet altijd weg van Sinterklaas, hè? Ja, nou, als jullie zo doorgaan, dan maak ik nooit meer weg. Wat een bijzonder gezelschap heb je daar. Ja, maar niet gezellig, hoor. Allemaal aan het klagen, ze zijn iets kwijt. En... ja. Toch niet over het eten aan het klaar. Het eten was prima, maar ze zoeken iets voor Sinterklaas. Maar ik heb je internet en op internet kan ik alles vinden. Ik weet niet of ze dat gedaan hebben. Ga de Piet eens roepen. Ja, ik zal ze doen. Ik zal ze vragen. Ja jongens, dat was lekker. Ja, dat was super lekker. Een lekker kopje. Alles gesmaakt. Bijzonder. Ja, ik hoorde dat jullie op zoek waren naar iets. En ik zat net het verhaal te vertellen tegen een jongen aan de bar. En die zegt van luister, ik kan alles zoeken en vinden. Op het internet. Ik weet niet of jullie... Hey. Nee, daar hebben wij geen verstand van. Daar hebben jullie niks mee. Wie heeft er nou verstand van internet? Ja, wij hier niet. Ja. Wij helemaal niet. Hé! Hey. Wie is hier nou de weer, Piet? Oh, dat is wat! Jij hebt er niet niks mee genomen. Ja, natuurlijk. Heel goed. Ga jij maar mee kijken dan? Kom daar niet eerder naar de toch goed. Het kan niet anders, want dat we daar niet aan gedacht hebben, dat begrijp ik helemaal niks van. Volgens mij gaat hij googelen. Googelen? Googelen, dat heb ik wel eens gezien. Ik heb een wispiet meegenomen. Die schijnt ook het een en ander van internet af te weten. Ik heb hier internet en op internet kun je alles vinden, dus... Oké. Zo. Dat zou een hoop liggen. Jij bent een programmeren, Piet. Zat hij hier niet tussen, de ring? Natuurlijk. Goed. Ja. Lekker uit, wind en droog. Ja. En ze zien ons niet. En ze zien nog ons niet, tenminste. Want dat boven daar bij Van den Oren, hij schoot behoorlijk uit in de slof. Ja, ik dacht dat hij wel een kop koffie aan zou bieden, maar... Nee, helemaal niks. Maak er echt weg. Jongen. Ik hoop alleen niet dat hij nou de politie belt, hij. Of Sinterklaas. Ja, dat doet hij niet. Waar heeft hij er nou aan? Ja, we kunnen het risico anders niet lopen, hè. Om die ring? Ja, goed. Hij zou wel kunnen raaien natuurlijk dat Sinterklaas die ring zoekt. Dat hij kwijt is. En god weet is hij aangegeven op het bureau. Ja. Kan natuurlijk wel. Ja. Ja, we wachten even laten bezinken zo hier. Ja. Dan gaan we dan stiekem weg. Laten we de bus halen? Ja, of wat er toevallig staat. Oké. Zo jongen, dat was wel heel lekker joh. Kan er weer tegenaan. Oh, goed, lekker. Het is een succes met de zoektocht. Ja. Je hebt de jas in ieder geval hartstikke bedankt. Ik heb mijn Jan. Was lekker. Jan, lekker mijn hoed hier. Oh. Kom maar hier. Mijn hoed. Hartstikke doei hè. Ja, beste. Doei hè. Goedjes, succes. Ja, bedankt. Doei. Was lekker hoor. Graag gedaan. Doei. Hallo, wij hebben net op de markt hebben wij de boeven zien wegrijden en we weten niet waar ze naartoe zijn. Nee. Ze zaten in een BBA-bus en er stond Citybus op. Weet u waar ze kunnen zijn? Ja, daar kan ik jou wel antwoord op geven, Piet. Die bus die gaat alleen maar naar Stadion de Vliert en dan zal er waarschijnlijk dit op de bus gestaan hebben. Ja, dat klopt. Ja, zijn daar de boeven naartoe? Daar zijn ze dan waarschijnlijk naartoe. Kunt u ons daar naartoe brengen? Maar natuurlijk, Piet. Ik breng jullie wel. Kom, naar binnen! We mogen mee! Het gaat ons lukken nu! We pakken ze! Geweldig! Leuze, bedankt je verweer! Geweldig!
daar zijn we er. Ja, we kunnen hieruit dan. Lekker zo'n bus. Kom, spring Piet. Nog wel eens even lekker zitten. Spring er maar uit. Dag Pieter. Dag. Ik ga nog niet meevallen om van die ring af te komen. Nee, ik denk dat het lastig wordt, ja. Jongen. We hebben zoveel moeite meegemaakt met dat ding. Het lijkt wel of het een diamant is, iedereen. Ja. Zo was het een keer. Hey? Hoe zou het wel ergens moeten gaan eten? Nog steeds? Kunnen eten. Nog steeds. Ik denk er allemaal van, hoor. Nee, dat was niet zo'n goed idee, geloof ik. Om die ring te gaan verpatsen. Nee. Geloof ik niet. Jongens, kijk! Leuk man! Voetballen! Daar word je er niet goed van. Ja, daar kon je op wachten natuurlijk als er iemand met een bal bezig is. Laat ze maar even, Jan. Ja, dat kan toch niet. Laat ze maar even stoppen. We zijn hier in ons. Kijk maar, kom! Doe het! Jongens! Godverdrie! Hey Anthony! Hey! Ja, jongens! Met onze Pieter aan het voetballen. Het is ongelooflijk. Jongens, weten jullie wel met wie jullie aan het voetballen zijn? Dit is Anthony Leurling van FC Den Bosch. Zo, een van de beste voetballers van het land. Het was wel te merken hoor. Daar kunnen ze in Spanje nog heel veel van leren. Rare dingen deed hij. Maar luister, Anthony, wat doe jij met onze Pieter? Ja, ze komen hier zomaar het veld op gerend terwijl ik aan het trainen ben. Dus, dan ben je. Dan moet je aan de Pieter vragen wat hij hier doet. Ja, jongens, dat kan toch zomaar niet? Trappen. Ik heb alleen niet in Spanje. Ja, jongens. Luister, waarom zijn wij hier gekomen? Door hier om te gaan voetballen. Jawel. Of om de voetbal te vinden. Anthony, wij zijn de ring van Sinterklaas kwijt. Ah. Nou, ik kan je er niet bij helpen. Maar ik denk dat onze manager, Fred van der Hoorn, jullie wel kan helpen. Want die maar is hij dan hier? Ja, ik denk dat hij daar boven in dat hokje zit. Echt waar? Zit hij in het torentje? Woont hij daar? Nee, hij woont, ja, zo goed als. Hij is heel veel op de club, maar... Hij woont er niet, maar hij weet hier wel alles in dit stadion. En dat is de baas van FC Den Bosch? Eén van de. Eén van de. Eén van de. Ja. Dat heet management team. Juist. Hey. Jan heeft gestudeerd. Goed Jan. En ik stel voor. Ja, gaan we naar Fred van Hoorn. Gaan we naar Fred gaan. Ja, we daar. Doen. Oké. En goed, dank op. Graag gedaan. Succes, hè. Dank. Wij komen weer terug voor de voetbal. Oké. Is dat Real Madrid? Oké, veel plezier. Jongen. Als jij nog iets weet. Als jij nog eens iets weet. Nee, jij hebt goede ideeën. Ja, ik heb in ieder geval dit niet bedacht. Nee, maar jij hebt ook niks anders bedacht. Ja, dat kan wel zijn. En je zag wel dat er was nog plek in die kast. Er was plek zat in die kast. Ja. Dat had ik wel gezien. Maar ja, je kunt ook eigenlijk gewoon nagaan dat een voetbalclub zoiets niet koopt. Hè. Waarom niet? Ja. Maar wat denk jij? Zou het onderhand... Ja, ik denk dat we nou wel kunnen vertrekken. Het is nog langs afgestaan hier. Ja. Wat heeft die meneer Van Hoorn zich wel van de weg? Wat zijn we dan? Bestuurskamer. Jongens. Jan, klop aan. Kijk, dat is meneer Van Hoorn zelf. Oh. Dag meneer Van Hoorn. Wat een mooi kantoor zeg. Dat ziet er mooi uit. Dat ziet er mooi uit. Hoe is het? Ik ben Jan van de Bossion. Ga zitten. Moeten jullie iets drinken, Pieter van der Rijs? Nou, ze drinken en eten al de hele week. Ze slapen en ze willen alleen maar rusten en ze zijn al moe. Ja. Nou, meneer Van Hoorn, fijn dat we even bij u mogen zijn. U heeft trouwens een mooi kantoor,
Met uitzicht op de tuin, zie ik. Ja, absoluut. Dus op het speelveld. Ja, het voetbal, speelveld. Ja, het speelveld, dat bedoel ik. Daar hebben wij net nog gevoetbald. Ja, ja. Met ja, ja. Voetballen. Balletje getrapt. Balletje getrapt. Ja, maar die is geblesseerd nog. Ja, maar hij deed toch al heel goed, hoor. Ja, laten we hopen. Maar ja, we hebben misschien een rare vraag. Pieter, waar zijn we kwijt? De ring van Sinterklaas. Ja, en dat is niet het. En wij weten dat er twee boeven zijn. Nou, ik zou je vertellen, Jan-Willem. Ik kwam vanochtend hier. En ik kom van mijn neefjes Joël en Quincy. Want die hebben de schoen gezet voor de Pieter. Die zijn denk ik vannacht op de daken weer geweest. En die kwamen twee duistere figuren. En die boden de ring aan om die in de prijzenkast te zetten bij FC Den Bosch. En heb je? Maar er is toch helemaal geen plek meer voor hem met al die schalen? Verschrikkelijk. Ja, ik heb gezegd dat je hem niet in de prijzenkast bij FC Den Bosch mocht leggen. We hebben straks in het restaurant toch mochten we ook even op internet kijken? Zullen we dan eventjes op de computer mogen kijken? Absoluut, meneer Noor. Gaan we naar een ander kantoor toe. Kijk, dat is hartstikke mooi. Super. Wil jij even gaan kijken, Wispiet? Ja. En dan gaan wij alvast naar buiten. Lijkt me een goed plan. Ja. Heb je nog een verlanglijstje voor Sinterklaas? Nou, absoluut. Je weet dat we een goede ploeg hebben, Piet. Ja. Maar ik heb hier nog wel een 4-5 namen op staan van andere spelers die wij graag bij onze ploeg zouden krijgen. Geef het lijstje maar mee. Ik heb het er met Sinterklaas over. Het zijn wel hele goede spelers. Gooi dus Jorginho. Doen jullie je best? Die heb jij wel nodig. Kom maar. Alsjeblieft. Van Nistelrooy. Van Bommel. Nee, we doen ons best bij Sinterklaas. Nou, wat denk je ervan? Nou wordt het toch wel helemaal spannend, hè? Ja, dat is jammer. Wat? Dat is jammer. Ja, wat hebben we die ding kwijt? Nou, we moeten dat ding kwijt. We moeten hem... Ik blijf niet meer bij jou als jij dat ding in uw zak hebt, hoor. Ja, maar ik weet wel een leuk plekje. Steekt een uur in de wind? Nou. Ja. De pepernoot. Ja, ik heb een hekel aan die lucht. Ik weet misschien wel een leuk plekje. Ja? In Bokhoven. Nou, goed, dan gaan we door naartoe. Maar hoe komen wij daar? Lesauto's. Lesauto. We doen net op een examen gaan. Dat doen we. Kom op. Wij gaan naar Bokhoven. Ja, het is jouw dag, dus het maakt mij niet uit waar we naartoe gaan. Als jij me laat zien wat je kan, hè. Oké. Nou, eens even kijken. Waar zit contact? Ja. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Waar staat nou? Dat is wel erg zonde van het geld, hè. 75 euro. Ik ben nog niet eens van de parkeerplaats af. Nou, dan gaat hij weer, hè. 1-2. En wat dacht maar nou je? Weer? Ik wil ze even afstellen. Voor de veiligheid van het verkeer. Ja, ik denk dat heb jij al gedaan. Ja, maar ik zit op deze kant en niet aan jouw kant, hè. Oh. Ik kan niet zien waar jij in die buitenspiegel zit. Even kijken. Mijn spiegels staan goed afgesteld. Even kijken dan, hoor. Dit is hem. De ring moet weg. Zo goed als nieuw. Is niets geks mee aan de hand. Niet mogelijk thuis te bezichtigen. Jongens, ik heb iets gevonden! Jongens, wacht heel even. Wispiet heeft ze gevonden op het internet. En de ring van Sinterklaas is gewoon te koop aangeboden. Staat er een telefoonnummer bij? Dus we lopen eerst naar beneden. Dan pakken we Jan-Willem van de Akker erbij. En dan gaan we eerst bellen. Jan-Willem.
loopt altijd weg. Jullie zeggen het wel van de Pieten, maar ja, het is Jan Willem. Ja, ik ben het wel mee eens. En vooral hier, daar heb je hem. Jan Willem, waar was je nou? Ja. Ja. Mijn schuld. Ik heb hem even apart genomen, want ik wilde weten hoe het een goede kameraad van mij van Nistelrooy is in Madrid. En, Nistelrooy in Madrid? Ja, en Nederland zelf al, waarom die daar niet bij zit, vind ik schandalig. Ja. Wat ga jij daar dan al doen? Nou, ik heb tegen Anthony gezegd, wij gaan een lans breken voor Ruud van Nistelrooy, want Van Basten is een goede vriend. Even stop. We zijn bezig met de ring van Sinterklaas. Ja, maar het Nederlands elftal is ook belangrijk. Ja, maar dit is prioriteit nummer 1. Als we die ring niet vinden, dan gaat het 5 december helemaal in de fout. Ja. En wat daarna komt met Ruud van Nistelrooy, dat is prima. Met alle respect, Anthony, maar we moeten eerst de ring terugvinden. En we hebben hem gevonden, meneer Van der Akker. Want als u bij ons was gebleven, dan had u gehoord dat de Pieten de boeven hebben zien wegrijden. Die kant, die kant. Nou, daar geloof ik niks van. In een lesauto. Zelf gezien. Maar onze wispiet heeft de ring op internet gevonden. En dat is veel belangrijker. Want de boeven hebben hem op marktplaats te koop aangeboden tegen elk aannemelijk bod. Dat meen je niet! Dat meen ik wel, en er staat een mobiel nummer bij. Dus wat we nu gaan doen, is eerst Sinterklaas bellen, vragen wat we mogen bieden. En dan gaan we die boeven bellen en we gaan kijken of we gewoon een afspraak kunnen maken om de ring terug te kopen. Maar hoe gaan we dan achteraan? En dan pakken we maar een taxi, want ik wil niet meer lopen. Ja, wij willen een taxi. Dan moeten we taxi hebben. Oké. En let op, want volgens mij weet ik zeker dat er eentje staat te wachten. Want die staat namelijk te wachten op deze meneer. Want die zou... Mogen wij die hebben? Tuurlijk. Kan dat? Ja, voor de ring zeker. Anthony, bedankt vriend. Oké. Nou, we zullen de vraag om Nistelrooy doorgeven aan Sinterklaas. Oké. Bedankt. Beste. Hoi. Succes. Oké, dan laat ik eerst nu de controlepiet bellen met Sinterklaas. Goed idee. Ja. Wil jij Sinterklaas bellen? Dat ga ik doen. En uitleggen dat we dus de boeven en de ring dus op het spoor zijn. Maar dat ik wil weten wat we mogen bieden. Ja, dat is goed. Oké. Hij gaat over. Hij wordt opgenomen. Sinterklaas! Ja. Sinterklaas! Ja, luister, Sinterklaas. Ja. We hebben de ring gevonden, maar op internet. Ja, dat kan hij ook zijn. Ja. Ja, klopt, hij staat te koop. We kunnen hem kopen. Dus we wilden heel graag kijken of we die ring konden kopen. Maar dan moeten we ook centjes hebben natuurlijk. Ja. Wat zegt u? Er zijn helemaal geen centjes. Oh nee. Oh. Alles al op aan cadeautjes. Oh. Ja. Maar hoe kunnen we dan die ring krijgen? We moeten toch iets bieden aan die boeven? Oh ja. Pepernoten. Ja. Marsepein. Ja. Chocoladeletters. Ja. En wat? En zoveel als we maar willen. Ja. Dat komt goed. Sinterklaas, dat gaan we doen. Dan ga ik Jan Willem vragen of hij een bod kan doen op de ring. En de boeven kan bellen. Ja, dat gaan we doen. Oké, bedankt. Ja. Helemaal goed. Marsepein mag je allemaal bieden. Mooi. Ook banketletters, want die hebben we ook nog. Nou, geef mij dat 06-nummer. Ik heb hier ook al een telefoon. Geef mij dat 06-nummer. Het nummer van de... Jari, dat wist je. 06? Ja. Jongen. Hey, Boris? Met wie spreek ik? Ja, met Boris. Boris? Hallo, je spreekt met JW. Wie zeg je? JW, ja. Ja, ik heb de advertentie gezien van u. De ring van Sinterklaas, inderdaad. Ja. Heeft u hem nog? Ja, hij is te koop, ja. Ja, hij is wel duur hoor. Ja, dus u zegt dat ik met een heel goed bod moet komen? Nou, ik heb een heel goed bod voor u. Super! Nee, geen centjes. Nee, iets veel beters. Waarom niet? Ja, maar luister, dan moet je gewoon zoveel geld meebrengen als wij vragen. Ja, dat zeg ik toch. Misschien is het beter dat wij niet komen. Ik heb één ding geleerd. Je mag nooit onderhandelen door de telefoon. Nou, dan kom maar over een uur naar mij toe. Dan zijn wij, zorgen wij dat we er zijn. Bij het kerkhof in Bokhoven. In Bokhoven? Bokhoven? Ja. Bokhoven? Ja, dat is een dorpje net buiten een bos. Wat zegt u?
op het kerkhof bij de kerk in Bokhoven. Over een uur. Nou, meneer Boris, dan kom ik eraan. Over een uur bij het kerkhof in Bokhoven. Goed. Tot over een uur. Dag, meneer Boris. En? We hebben een klant. Een klant? Ja, we hebben een klant. Hij komt over een uur hier. Een uur? Hoe klopt hij? Ja, hebben we hem! Een beetje gevaarlijk wel, gevaarlijk. Maar je hebt gezegd dat hij alleen komt. Maar we gaan met z'n allen. Ik heb juist gezegd. Ik deed natuurlijk net alsof ik niet Jan Willem van de Akker was, natuurlijk. Nee, je zei jij de... Ja, kwam ik in één keer op. Als we nu met z'n allen naar Bokhoven gaan, ja, dan kunnen we, als we daar zijn, de onderhandelingen starten. Ja, ja. En ik denk dat het ons lukt. Ja, ik weet het zeker. Ik weet het zeker. We gaan pakken, de kindjes krijgen. Ja, het gaat ons lukken. Anders gaan we Boris beuken. Ja. Inderdaad. Boris beuken. Kom. Ja. Gaan we taxi. Nou Doris, het is bijna zover. Uur zit erop. Hij zal nou toch zo moeten komen. Dat hoop ik. Ja. Daar komt iemand aan. Ja. Oeh, maar daar is Sinterklaas. Zwarte Pieten. Hé, hey, het is een valstrik. Kom, we proberen hem. We gaan terug naar de mos. Sitting in the morning sun. I'll be sitting when the evening comes. Watching the ships roll in. And then I'll watch them roll away again. Yeah. Lekker wel, Jan. Watching the tide. Kijk, jongens, daar ligt een boot. Kom op, die pakken we. Waar hier? Kom op! Kom. Schrijf hem voor. Sint, kom maar. Jullie worden gegijzeld. Ervaren jij. Varen. Varen met die boot. Gaat erop. Kom. Kunnen we met jullie mee? We moeten erachteraan. Kijk, daar gaan ze. Stap maar aan boord. Hun pakken die andere boot, zie je dat, Doris? Ja. Woo!
boot deze hoor. Dus een snelle. Hé, hey, wel een beetje gas erop joh. Maar ik gooi je overboord, dan doe ik het zelf hoor. Hit hem op. Move him out. Heel fijn controle Piet, alles onder controle. Kom op, man. Sneller! We halen ze in! Sneller! Hey, ze lopen in joh. Schiet op! Nee, nee, nee. Schiet nee. Op! De sluis. Daar moeten we door zien te komen. Oh nee, een sluis! Kom op, sneller! We moeten door de sluis! De sluis, hij gaat dicht! En die poeven zijn er al doorheen met de boot. Pieter! Ja! En nu? En nu? Kunnen we niet bellen of zo? Ja. Dat die sluiswacht. Je kunt misschien naar de sluiswacht bellen en vragen of die de deur open doet voor ons. Ja, we moeten er achteraan, hè? We moeten er achteraan. Hoe lang duurt het anders? Ja, dat kan goed wel eventjes duren, hoor. Oh, en zijn ze dadelijk nog glippen onder onze Sinterklaas? Als u wilt bellen. Ik ga bellen. Je maakt zomaar de telefoon van Sinterklaas. Dit is echt... Hij ruikt ook naar red pepernoten. Is dat nummer het goede nummer? We moeten hem even onlokken. Ja, nee, dat heb ik gezien, Sinterklaas. Dat hebben ze mij geleerd. Ik heb ook van die toetsen thuis, zeg maar. Pak maar, man. In plaats van een hele uitleg over een mobiel. In gesprek. Nee, nou ja, zeg. Bellen hun natuurlijk om die poort dicht te houden. Ze moeten kunnen zien dat het mijn telefoon is als ik bel. Ja, hallo. Nee, dit is geen Sinterklaas. Dit is Jan-Willem van Akker, maar ik bel met de telefoon van Sinterklaas. Wilt u alstublieft de sluisdeur open doen, want we zijn in achtervolging op de boeven. En die hebben een ring van Sinterklaas. Ja. Hartstikke fijn. Oké. Hij doet hem open. Ah, gelukkig. Ja, als ze er maar niet al doorheen zijn natuurlijk. Nee, is natuurlijk wel gebeurd. Gas erop!
als het nou overboord is. Ja, met dat ding! Wat verdorie! Varen, gas! Sint-Nicolaas. Ja, meneer Jan Willem, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Meneer Jan van Bostion ook, hartelijk dank dat ik mijn ring weer terug heb. Ja, want dan kan ik zorgen
dat alle cadeautjes op tijd bij alle kinderen komen. Hebben ze weer goed gedaan. En ik ga mijn verlanglijstje dadelijk aan u meegeven. Ik zie het komen. Oké. Sinterklaas, heel veel succes. Ja, dank u wel. Bewaar hem goed. Ik ga nu hard aan het werk. Bewaar hem goed. Voor de laatste loodjes. Zo is het. En ik hoop niet dat u volgend jaar weer iets kwijtraakt. Nee, dat zal toch niet? Dat hoop ik niet. Oké. Jan! Sinterklaas is er!